Goedemorgen, het is zaterdag 9 uur en ik ga nu naar YogaFest, een festival over yoga waar je allerlei nieuwe vormen van yoga kan proberen. En dat doe ik samen met mijn zusje, dus ik eet nog even snel deze cracker op met hummus en dan ga ik fietsen. Super lekker weer, hallo zon! Ja, goedemorgen. Hallo. Lotte is al heel lekker shakies voor ons aan het maken. Wat zit er allemaal in? Bleekselderij, andijvie, een peer en een banaan. En wat water. Dus ja, goed begin van de dag. Ja. Ik ben nog nooit zo chill naar een festival gegaan. Hieronder heb ik nog een sportshirt. En jij hebt ook een leuke sporty outfit. Ja, hè? Lekker colorful. Nice. Kijk jij even of we alles hebben, man. Hebben we het? Of missen we nog wat, Mojo? Wat doe je? Kom maar uit! Wat ben je aan het pakken? Mojo, gaat er helemaal in. Hé, wat heb je daar? Hé, hij heeft je tampon gepakt. Ga je ook mee naar de yoga? Ja, ga je ook mee? Lekkere ochtendfietstocht. Oh, kijk. Ook naar aardig rijden. As always. Hallo mensen. Het Anne Frank huis. Zo, je gaat lekker hard, Lot. Ja, we moeten een lesje halen. Zien jullie, hoe laat is het? Ja, wel tijd om hard te fietsen. Oh, dan moeten we ons handeltje even neerleggen, of niet? Wat een ander soort festival, wat grappig. Kijk, er wordt al getrommeld. Wil je ook even? Wil je ook? Zo, nou, ze hebben wel een hele goede locatie uitgekozen hier. Ja, het is toch lekker rustig. Ja, het is windy, maar... Weet je het idee dat je op het strand staat? Te zien met die yoga in die touwen. Ja, dat is zo meteen om 12 uur, dat aerial yoga. Ja. Daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar die les gaan we waarschijnlijk missen, omdat we nu deze les gaan beginnen. De puff yoga voor beginners, zoals Lotje noemt. Oh, moet eigenlijk zo staan. Oh, dit is wel heel erg fel licht. Oh, nee, toch maar niet. Oké, even een rondje lopen, even kijken. Oh, ik zoek nog een nieuwe yoga outfit, want ja, eigenlijk ben ik natuurlijk gewoon sporty. Is dat heel erg? Nee, het gaat niet om hoe je eruit ziet, toch? Nee, toch? Als je maar goed voelt. Als je maar goed voelt. Nou, je hoort me wel goed. Van haar moet je het hebben. Oh, die kussens. Kom, we gaan daar even op zitten. Ja. Wee! Oh, chill. Zullen we gewoon hier heel de dag stiekem gaan zonnen? Ik ben Ted. Oh. Hé, hey, maar Sunny, hoe vaak doe je nou yoga in de week? Hoe ervaren ben jij? Nou, ik doe het echt al heel veel jaar. Echt al 8 jaar. Maar ik ben nog steeds niet lenig genoeg. Ik heb korte hamstring, zeg maar. Dit gaat bij mij niet goed. En ik doe het ongeveer 2 keer in de week. En als je het vaak doet, dan merk je ook dat je beter wordt? Ja, zeker. Natuurlijk merk je dat. Ja, alleen ik merk dat die hele harde spieren hier moeilijk losgaan. Maar zeker als ik 3 keer in de week ga of zo... Als ik 3 keer in de week ga, dan ben ik helemaal, dit is echt heel chill. Maar ja, dat doe ik bijna nooit. En zie je dit als sport of meer als... Ik word helemaal geïnterviewd. Ja, leuk. Ik kwam ook benieuwd. Ik ga er even voor zitten. Is dit dan echt sport? Of meer soort van ontspanning? Maar die gang, jongen. Ja. Die gasten gaan helemaal los. Of meer ontspanning na de sport? Nee. Ik hoop dat je me nog kan horen. Maar nee, yoga is echt een sport. Maar je hebt natuurlijk zo meteen gaan naar yin yoga. Dat is heel rustig. En dat zie ik echt als ontspanning. Ja. Dat is ook voor
overblijfsel. En, maar power, ik hou heel erg van power yoga, zoals Ashtanga of ja, gewoon dat je flink doorgaat in de flow. Dat vind ik het lekkerst. Okay. Goedemorgen, Zijvand. Goedemorgen. Wat gaan we zo voor les doen hier bij jou? Staat op het roze dat het in jouw les is. Dat betekent eigenlijk dat ik alle stijlen van yoga, dus de actieve yang-vorm met de yin, ga combineren. En we gaan ook veel aandacht besteden aan de ademhaling, gebaseerd op de methode van Wim Hof. Ja. Dus we gaan flink ademen, we gaan het lichaam ontzuren. We gaan het helemaal aanzetten voor vandaag. Oké, ik heb er zin in. Ja. Nou, tot zo. Je lichaam ingaat, omdat je even gaat zo met de adem inhouden voor een wat langere tijd. Je lichaam gaat zo efficiënt mogelijk om met de zuurstof die er is. En dat betekent dat hij de overkollige gedachten eigenlijk automatisch opzij zet. Niemand die je ziet, kom op! Zo, we rennen echt van de ene les naar de andere, want die begint nu. Dat heet hotpot yoga. En het is wel iets heel grappigs, dus we gaan het even uitproberen. Kijk, we gaan hier dus in zo'n hele warme tent. Heel donker hier binnen. Heel warm. Ik weet niet wat het is, maar... Nou, we hadden het koud, maar nu niet meer. Yes. Dat ziet er mooi uit. Dat ziet er chill uit vooral. Gaat-ie. Er staat een trillen op mijn benen. We hebben twee lessen van 90 minuten achter elkaar gedaan. Met 1 minuut break. Oh, ja, is niet echt slim. Nee, en we moeten nu echt eten. Oké, okay, let's go. Ja. Maar we gaan even hier zo in de tent even naar binnen gluren. Zo, we moeten toch nog naar een feestje. Ja. Kaartjes. Nee, stuur ik binnenkort naar iemand leuk. Ja, ik ook. Oh, die ben ik ook. Oh. Ik ga even terug. Ik heb ze ook. Hey, dit zijn ook allemaal leuke kaarten. Let your smile change the world. Kijk, jongens. Jullie dachten laatst dat ik zwanger was toen ik op Instagram, toen ik wat girafjes postte. Maar zoals je ziet, I am not pregnant. Wat heb je hier allemaal? We hebben superfood smoothies. Oké, dat gaat er wel in. We hadden nog wel langer willen blijven, maar we moeten dus nu naar een familiefeest. En, maar het was wel echt heel leuk. Ik moet zeggen, het is heel anders dan wat je gewend bent van een festival. Ook van, je hebt natuurlijk wel meer raw food festivals of het happiness festival. En dat is best wel massaal over het algemeen. Maar hier... Ik zou alleen niet hoe mensen dan een hele dag aan yoga kunnen. Na 2 à 3 lesjes heb je toch wel een beetje gehad. Ja.
Ja, dat vind ik zelf ook wel. Wel leuk. Ja. Maar... het is wel misschien dan echt in die zin voor een mensen dagdeel, die... een dagdeel, prima. Zo, ja, als je het als een workshop ziet of zo, dan willen mensen het misschien de hele dag doen. Maar ja, ik vind dat ook wel heel wat. Maar wat ik wel heel erg leuk vind, is de ambiance en de sfeer. Dat je, ja, je praat heel makkelijk met iedereen. Het is heel klein. Dus ja, was wel gezellig. En nu gaan we weer even lekker op de fiets. Nu halen we even eten voor de barbecue voor vanavond. Tenminste een beetje extra. Wat is het? De geur met goetje bessen. Ja, hamburgers vind ik lekker. We zijn nu bij Enkleven een cadeautje voor Vivi aan het zoeken, mijn nichtje. En ze hebben hier allemaal super leuke dingen. Deze, ja maar deze. Maar die, is het niet een beetje te kinderachtig? Want ja, want ze wil juist wat minder. Ze is nu dokter en volwassen. Nou ja, dat is al heel lang, maar misschien toch iets volwassener. Deze kaarsjes zijn ook wel heel cute. Ja, wat is nou leuk. Maar hier, kijk, dit is ook grappig. Dit heb ik in Kaapstad gekocht en dat verkopen ze hier nu ook. Kijk hoe duur. Oh, dit is dat hele ding, 165 euro. Want voor mij was het een stuk goedkoper. Dingetjes vind ik ook altijd heel leuk. Ja, ik zat meer naar die flamingo te kijken. Nee. Gewoon zo'n heel ding kopen. We zijn inmiddels aangekomen in het Vondelpark. Waar de verjaardag plaatsvindt van Vivi en Floris, onze nichtjes en neefjes. Een hele familie is er en alle vrienden, dus heel gezellig. Oh, ik dacht dat die witte partytent van ons was. Oh jawel, die is ook van ons. Hallo! Hey Floor! Hoi Pief, oh, ik wou je zo'n kusje geven zo. Mwah! Hoi Sam! Hoi! Hoi Sani, zoek het leuk. Gefeliciteerd! Hoi! Hij is goed gekeurd. Wat is dit voor car? Dit is ons vervoersmiddel voor het drank. En dit is ook de shuttle naar de toilet? Ja, dus okay. Gebruik. Maar. Doei! Okay, chill. Zal ik even heel snel mijn halve familie voorstellen, niet de hele? Dit is Nookie. Goedemiddag. Goedemiddag. Alex. Hey. Hoi. Familie was ik naar op zoek. Dit is mijn vader. Oh. Hoi. Oma. Hallo. Dit is mijn opa. Hallo. Hoi, mam. Hi. Sam. We zijn lekker aan het genieten in de zon. Het is super gezellig. En Joyce? Dit is Joyce. Die is helemaal... ze kan niet praten. Alleen maar lachen. Oh. Hey. Dit is mijn oom. En mijn andere oom. Jongens, wat een mooi buffet! Ja! Het wordt elk jaar professioneler. Nou, het was een hele leuke dag met deze gezellige weide. En ja, wij gaan nog even verder, maar we zeggen... doei! Nou, het eerste wat ik zou doen was dit.